Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik iets korts wil meedelen. In die zin dat op dit moment zijn er hele hoge energieën naar de aarde aan het komen. En dat is eigenlijk al een paar dagen bezig. Ik merk het zelf door het feit dat ik zelf licht ben in mijn hoofd. Maar ik zelf heb er eigenlijk niet fysiek gezien niet zoveel last van. Maar wat ik wel hoor en merk is dat er veel mensen zijn die er wel veel last van hebben. En de reden daarvoor is dat de hoge energie eigenlijk alle schaduwplekken dat er nog zouden zijn in het energieveld, die eigenlijk gaan uitduwen, gaan uitzuiveren. Om dan ingevuld te worden vanuit die hogere diamantenenergie. Nu, als je nog niet zo lang op het pad loopt van bewustwording en nog niet zo lang het hogere bewustzijn of hogere energieën hebt geïntegreerd in je lichaam, dan heeft je lichaam, je fysieke lichaam, nu eenmaal gewoon meer tijd nodig. Dat is één stukje. Een ander stukje is dat veel mensen ook bang zijn voor wat ze niet kennen. Of voor wat ze normaal gezien niet zien met het blote fysieke oog. En ik zeg normaal, maar eigenlijk is dat niet het normale. Het 3D, wat we zien in de 3D, is niet het normale. Wel alles dat er rondheen hangt en dat voor de meeste mensen bewust wordt weggehouden. En dus bewust onzichtbaar is of bewust niet gehoord kan worden of niet gevoeld kan worden. Dat zijn de dingen waar veel mensen bang voor zijn. Vandaar dat je ook merkte dat mijn keel, mijn stem ook plots anders is, of dat ik moet hoesten, omdat het te maken heeft met transformeren van stukken in het collectief, in de keelchakra. En dus, wanneer je dat zelf ervaart, en wanneer dus dat je fysieke dingen ervaart, en dat is hetgeen wat ik ook vaak zeg tegen klanten of mensen met wie ik samenwerk, dat wanneer je leert met energie werken, dan is het gemakkelijk om met energie te werken op, laten we zeggen, een iets vrijblijvende manier. Maar wanneer je gedwongen wordt of verplicht wordt om ook vanuit energie te werken, voor stukken die te maken hebben bijvoorbeeld met je fysieke, de fysieke ongemakken die met ascensieverschijnselen te maken hebben, of bijvoorbeeld met manifesteren van geld, want geld wordt ook zo gezien als iets heels 3D, dan zit daar nog heel veel twijfel, heel veel angsten en dus zit dat mentale, die gedachten, daar heel nog tussen constant tussen te saboteren. En op die momenten is het super belangrijk om via jouw ademhaling te gaan werken. Jouw ademhaling draagt eigenlijk ook het leven in zich. Ademhaling is altijd in het nu. En dat zorgt er dus ook voor dat dat een hele krachtige tool is om jezelf uit je hoofd te halen. Zeker wanneer je geconfronteerd wordt met angsten. Dus wanneer dat er dergelijke zaken gebeuren, zoals dat je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je helemaal gaat gaan ronddraaien, of dat je duizelig wordt, of dat lijkt alsof je in twee verschillende dimensies tegelijk zit, één, dan is dat ook zo. Zeker wanneer je eventjes op het pad loopt. Maar dat is eigenlijk ook een manier waarop we astraal gaan reizen. Maar ook daarin zijn heel veel mensen niet gewoon of weten niet goed hoe dat gebeurt of wat je dan ervaart. En dan gaan ze natuurlijk in die angst. En de angst, in plaats van het gewoon toe te laten en te vertrouwen en dus het aan te pakken vanuit de energie, gaan ze in die angst gaan zitten, waardoor dat ze eigenlijk hetgeen waar ze het liefste van af willen en het ongemak, of misschien zelfs het misselijk voelen, of de draaiingen, of het de angst om moeten overgeven of wat dan ook, dat ze houden de focus daar, waardoor dat ze dat eigenlijk gewoon gaan vergroten. En dus door je ademhaling te gaan controleren en bewust er doorheen te gaan, dan ga je zien en ga je ervaren dat dat eigenlijk er niets met jou gebeurt. Dat de angst die je voelde, dat ook al voelt het heel overweldigend, dat dat eigenlijk ook maar gewoon enkel gedachten zijn. Gedachten die je weer kan gaan ompolariseren en gaan transformeren. Nu, als je zelf daar doorheen gaat en op dit moment dus ook last hebt van draaiingen en je bent zeker dat er fysiek gezien iets anders is, want ik ben geen dokter en ik kan hier geen collectieve uitspraken doen voor iedereen, die voor iedereen gelden.
Dat is enkel maar als ik met jullie energie individueel kan verbinden, dat ik daarin beter voel of dat er inderdaad fysiek iets is of dat het puur enkel en alleen te maken heeft met aanpassing in energie. Maar dat is een van de oefeningen die ik mijn klanten geef, is de volgende. Dus je zorgt dat je neerlegt. Je kan eventueel wel een kussen onder je hoofd leggen, dat is geen probleem. En dan ga je, als je dat wenst, ga je handen op je buik leggen. Dat hoeft niet. Je kan ze ook gewoon open naast je heen leggen. En je voeten gewoon zo in een V laten openvallen, zodat je heel comfortabel en heel relaxed ligt. En dan ga je eigenlijk visualiseren dat je energie verhoogt. En hoe kan je dat gewoon doen? Door te gaan visualiseren dat je eigenlijk zelf omhoog gaat, dus omhoog richting de wolken, zo gezegd. Maar je stopt dan niet, je blijft gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. Je stopt ook niet in de astrale wereld, maar gaan blijven doorgaan, blijven doorgaan, blijven doorgaan, totdat je uiteindelijk in de wereld van de eenheid terechtkomt. Dat kan zijn dat je het ziet als dat je eigenlijk boven de wolken uitkomt en dat je daar dan in de wereld van het eenheid, van de eenheid, van het eenheidsbewustzijn. Dus wat betekent dat elk wezen dat je daar tegenkomt, of dat je daar verbinding mee zou maken, dat die het hoger eenheidsbewustzijn al hebben geïntegreerd en ze hebben dus geen stukje ego meer. Wat dat in de astrale andere werelden, die lager zijn qua frequentie, wel nog zo kan zijn. En vandaar dat channeling altijd de uitdaging heeft om ervoor te zorgen dat je met de juiste energie verbindt. Nu dus je stijgt, je verhoogt je energie. Dat kan zijn dat je op dat moment voelt dat de wereld precies om je heen gaat gaan draaien. Of dat je het voelt dat je stilstaat, maar voel je wel de draaiingen van de aarde. Want uiteindelijk de aarde blijft ronddraaien en we merken daar niets van in het dagelijks leven. En op die momenten, wanneer je energie verhoogt en dat dus een stukje loskomt van de aarde, dan kan het zijn dat je dat wel gaat gaan merken. En dat zijn de stukken. Eén, dat we ook doen wanneer dat we inderdaad gaan astraal gaan reizen of wanneer dat we in verschillende dimensies tegelijk gaan werken. Omdat je dan eigenlijk je energie zodanig hard gaat verhogen, dan kan je misselijk worden. Maar als je er doorheen ademt, ga je zien dat eens dat je die fase voorbij bent, dat je inderdaad gaat astraal gaan reizen of ergens naartoe kan gaan. Niet iedereen, laat ons zeggen, is daar een specialist in en dat hoeft ook niet. Er zijn verschillende manieren om astraal te reizen, maar dus als je dat ervaart, weet dan dat je op een punt gekomen bent in je evolutie, in je ontwikkeling, waarin dat je meer gaat openstaan voor dergelijke ervaringen. En dus dat het belangrijk is dat je daar ook een meester in wordt en dus dat je daar ook echt comfortabel en meer zelfvertrouwen en krachtiger gaat in voelen. Nu, als je de oefening doet, dus dat je omhoog gaat en dan ben je daar in de hogere werelden van de eenheid, dan ga je zien dat je daar een aartsengel kan ontmoeten. Dat kan zijn dat het een van je hogere gidsen is. Het kan je Holy Guardian Angel zijn, het kan een andere beschermengel zijn, het kan bijvoorbeeld aartsengel Metatron zijn. Het hangt ervan af waar dat je staat in jouw evolutie en wat dat jij nu als boodschap al dan niet nodig hebt. Het kan zijn dat iemand is en die herkent, dat maakt niet uit, alles is oké. Okay. En ontvang en luister en dus ga gewoon in die overgave in de ontvangstmodus gaan zitten en kijken van wat is hetgeen dat mij getoond wordt, wat is hetgeen dat je nodig hebt. Het kan zijn dat er gewoon een overdracht van energie is, dus dat je niets hoort, dat er iets gezegd wordt, maar dat je gewoon een bepaald gevoel ontvangt. En ook dat is oké. Okay. En dan daarna kom je volledig terug in het hier en het nu. En zeg je, nadat je die oefening gedaan hebt, zeg je 3 maal, ik ben gevolgd door je eigen naam. Dus ik ben in mijn geval Lindsay Knokkaert, ik ben Lindsay Knokkaert, ik ben Lindsay Knokkaert. En dan kom je terug in het hier en nu. En dan kan je eventueel hetgeen wat je ervaren hebt of hetgeen wat je gezien hebt opschrijven. Dat gaat je helpen om, dus door die oefening te doen, ga je gaan leren spelen met het verhogen van je energie. En ga je leren dat je fysieke lichaam zich soms moet aanpassen aan de energie die verhoogd is. Het omgekeerde kan ook zijn, als jouw energie al wat hoger is, en je komt daar eens terecht. Bijvoorbeeld vorige week, was het vorige week? Ja, mijn tijd gaat zo snel, nu maakt niet uit. Was ik met mijn kinderen gaan zwemmen. Gewoon hier in de gemeente, in een zwembad.
En op een bepaald moment kwam er zo van de kampjes toe, met een heleboel kinderen, dus heel veel energie in, maar losgeslagen energie, want kinderen zijn nog niet zo afgesloten. En mijn zoon is ook een manifester. En de zoon van Sarah is ook een manifester. Ik ben zelf ook een manifester. Waar dat ik al geleerd heb om met die energieën om te gaan, zag ik onmiddellijk in die twee jongens dat zij de neiging hadden om zich terug te trekken. Omdat de energie die plots op hen uitgegooid werd, te overweldigend was. En dat is oké. Okay. Dat is oké okay. En dat is goed dat ze zich nog heel zuiver zijn in dat het ervaren en voelen van die energie. Maar het is natuurlijk een kwestie dat ze er niet van weglopen en dat ze gewoon leren begrijpen van, oké, hetgeen wat ik nu ervaar, het ongemakkelijk voelen, dat heeft niks met mij te maken. Dat heeft te maken met al die energieën die ik hier door elkaar voel. En dat is ook hoe dat het werkt. Dan nadien, toen ik vertrokken ben, ben ik zelf ook weer door een aanpassing gegaan, door de invloed van die energieën op mijn energie. Waardoor dat ik denk ik rond ongeveer een half uurtje me echt misselijk heb gevoeld. Maar ik weet ondertussen, wanneer dat dat gebeurt, dat dat te maken heeft met dit verschil in energie. En dus op die momenten roep ik dan ook de vlammen aan om te vragen om alles te transformeren die niet van mij is. Om de energie te sturen naar de kinderen die toen bij mij in mijn omgeving waren, die bewust wel hulp nodig hadden, die healing nodig hadden, wat dat ook maar is dat nodig is. Ik hoef het niet te weten. Ik zet de intentie en dat gebeurt. En na een half uur was mijn energie eigenlijk weer wat hersteld of weer wat geoptimaliseerd, waardoor dat ook dat misselijk gevoel weer verdween. Dus we zijn nu eenmaal op een punt aangekomen in de evolutie dat we moeten leren, ook onze kinderen, zeker wanneer dat je kinderen hebt en je hebt de kinderen opgevoed zoals dat ik mijn kinderen opgevoed heb, om te blijven werken met energie, om te blijven werken met hun gidsen en een team. Dus voor hen is dat de normaalste zaak van de wereld. Dan is het ook de tijd dat zij ook leren op een hoger niveau met energie te werken. Dus ik had voor deze video hierbij laten. Moest het zijn dat je inderdaad een aantal dingen ervaart en je weet niet goed wat dat is, of je twijfelt of dat inderdaad te maken heeft met de nieuwe updates en de hogere energie die naar de aarde komt en ook in aanleiding van de nieuwe maan vandaag en dan het 8-8-portaal, dan mag je gerust natuurlijk je boodschap of je vraag onderaan deze video plaatsen. Is het wat te persoonlijk, stuur mij dan gerust een mailtje via de contactpagina van de website. Dat is www.soulforsensie.be of www.96vlammen.be. Of je kan ook gewoon sturen naar lindsay@schoolvooressentie.be en dat komt ook bij mij terecht. Zo, ik ga het hier belaten. Als je interesse hebt om te leren werken met de vlammen, dan kan je starten met het programma Universele Vlam. Dat staat open. Daar kan je gelijk welke dag, welke uur mee van start gaan. Wil je dat doen in combinatie met de coachopleiding, dan starten we in september. Daarvoor kan je ook al inschrijven. De plaatsen zijn voor de eerste keer sowieso beperkt tot 5 deelnemers. Zodat ik mijn volle energie aan de 5 mensen kan geven. En dan nadien ga ik wel zien of dat ik daar een verandering in aanbreng of niet. Mocht je daarover vragen hebben, stuur mij inderdaad ook gewoon gerust je vraag door. Er zijn ondertussen ook weer readingen beschikbaar, transformatiesessies beschikbaar, channeling beschikbaar. Dus kijk gerust op de website wat datgene is, waar we je nu kunnen mee en verder helpen. De e-boekjes staan allemaal online, dus ook dat is weer afgewerkt. En dan kunnen we weer op naar het volgende project. Voilà, ik wens alvast een hele fijne zondag en tot in de volgende.